Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Nail Talk Live met vanavond alles over gels. Ja, en dat zijn er heel wat, hè, Pepijn? Ja, heel veel verschillende gels, heel veel verschillende eigenschappen, heel veel verschillende manieren om ermee te werken. En dat ga ik laten zien, maar dat ga jij ook laten zien. Ja, ja, en alle demo's tussendoor, inderdaad. Ja. Want er zijn zoveel verschillen. Je hebt dikke gels, je hebt dunne gels. Wat hebben we nog meer? Hard, flexibel, een hoge sheer of een lage sheer. Wat betekent dat eigenlijk? Soms, nou ja, hè, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Maar misschien na vanavond wel. Dus wij gaan beginnen. Ja, soms zie je door de bomen inderdaad het bos niet meer. Toen ik, nu ik denk 15 jaar geleden, voor het eerst bij Magnetic in de Groothandel was, werd mij uitgelegd hoe al die verschillende gels nou eigenlijk werken. En wat die eigenschappen zijn. En ik weet nog heel goed dat ik aan het eind daarvan, dat was een sessie van een paar uur, naar Jaap en mee toe liep en dat ik zei, maar waarom zijn er nou eigenlijk zoveel verschillende gels? Ik was echt helemaal het spoor bijster, want ik dacht tot op dat moment, een gel is een gel. Ik was natuurlijk werkte met name met acryl, dus het hele concept van een gel dat was voor mij een beetje lastig te begrijpen. Ik begreep wel dat je dikke gels hebt en dunne gels hebt, maar ik dacht bijvoorbeeld dat een dikke gel, dat wil zeggen dat een gel ook harder is en dat een dunne gel juist zachter is. Nou, zo waren er allemaal verschillende dingen waardoor ik af en toe een beetje het spoor bijster was. Soms raakte ik het helemaal kwijt. En dat is natuurlijk best lastig. Gaandeweg ontdekte ik dus dat er heel veel verschillen zijn in die gels, maar met name ook dat de manier van werken met die gels heel anders is. En dat komt door de chemische compositie van de gel. In gels heb je bijvoorbeeld iets dat heet shear. En shear wil zeggen de reactie van de moleculen ten opzichte van elkaar als er druk op de gel wordt gezet. In andere woorden, als je met de gel speelt, gaat die helemaal lopen. Doe je dat niet, blijft die heel erg stevig. Viscositeit is ook iets waar je mee te maken hebt, namelijk hele dunne gels of hele dikke gels. Maar de viscositeit, dus de dikte van de gel, zegt niets over de hardheid of de flexibiliteit van de gel. En uiteindelijk hechting, natuurlijk het allerbelangrijkste, dat krijg je door de flexibiliteit van de gel aan te laten passen aan de flexibiliteit van de natuurlijke nagel. Dit klinkt best wel ingewikkeld als ik het zo allemaal vertel. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt van, jeetje mina, zoveel verschillende gels. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat tegenwoordig heel veel nagelstylisten ervoor kiezen om te werken met een gel uit een flesje. Bijvoorbeeld Building Base, Base & Top. Dus de gels in een flesje zijn steeds belangrijker geworden. Maar ik weet zeker dat ook jij klanten hebt die nog steeds af en toe een nagel breken. Of die juist die extremere nagelvormen willen dragen. En daarvoor zijn de gewone bouwgels natuurlijk van essentieel belang. Maar omdat het als beginner best wel even zoeken is naar hoe het nou allemaal werkt, gaan we nu eerst even kijken bij Gillian en hoe Milène hem laat zien hoe je voor het eerst de Building Base aanbrengt. Oké, nou, we hebben de bond aangebracht. Ja. Gaan we over naar de Building Base. Hier geldt ook voor goed schudden. Oké. Je draait je flesje open. Ik kantel mijn flesje. Oh, gaat aan de rol. Ik strijk de rug van mijn penseel af, zodat hier mijn product zit. Zie je dat? Ja. Ik leun met mijn rechter pink op mijn linkerhand. Als je niet steunt, niet ondersteunt, je kan nooit mooi lakken als je niet ondersteunt. Altijd ondersteunen. Ik breng het product aan. De apex van de nagel. Ik schuif hem iets naar de cuticle. Ja. En dan trek ik hem over links naar de vrije rand. Ik trek hem over rechts ook naar de vrije rand. Je gaat proberen een millimeter uit de huid te blijven. Ik ga zwevend met mijn penseel over die nagel heen. Ik duw dus niet. Zie je wat hij doet? Ja, dan gaat hij uitzetten. Je blijft echt minimaal contact houden. Dus als je hem drukt, dan gaat het product alle kanten op. En dat is niet wat je wil, want je wil productbeheersing krijgen. En je strijkt hem goed af aan de voorkant, vrije rand.
trek hem er even langs en ik trek hem er weer overheen. En dan mag je in de lamp. Dus je probeert je product echt zoveel mogelijk op één stuk aan te brengen iedere keer? Ja. Oké. Okay. Nou, nu jij, Gil. Oké, nou laten we dat proberen. Zo gevaarlijk ben ik ook niet. Je ziet thuis ook zo gevaarlijk. Nee, van nee. Goed, kijk maar één kant af. Ja. Met je rechterhand. Ja, goed zo, Gil. Hey. Het duurt een lintje. Ja, ik let wel eens op. Ja, nou, ik zie het. Heel goed, ja. Keurig. Druk. Trek hem naar voren. Toch gauw de neiging om te drukken, hoor. Ja, het is niet zo makkelijk nee. Als het eruit ziet, hè. Het is echt een vak, Gil. Heel veel geduld voor hebben. Dat is niet. Je hebt iets te veel product. Veeg even ondertussen je penseeltje even af. Ja. En dan ga je heel zachtjes het product wat je nu hier hebt liggen. Naar achteren, jongen. Naar de cuticle. Heel zachtjes. Een beetje schuivend. Niet te enthousiast. Heel goed. Ja, keurig. En de zijkant. Kijk, je hebt meteen al een bolling te pakken. Dat is wel leuk. Kijk, zie je wat je doet? Je trekt hem hier over rechts. Wat ga je dan creëren? Dan ga je een skiheuvel krijgen. Dus je moet hem goed afstrijken naar de vrije rand. Niet te veel kracht. Kijk, want nu doordat je te veel kracht hebt gezet met je penseel, zie je dat je hem opschuift. Ja. Dus strijk eerst je penseel maar even af. Heel goed. Toch sneller te veel dan dat je denkt. Ja, niet te veel duwen. Heel goed. Okay. Ja. Volgende keer mag je erom denken dat je hem iets dichter bij de cuticle aanbrengt. Kan je dat niet beter met een klein penseeltje doen? Of? Nou loop je weer te veel op de zaken vooruit. Je gaat eerst dit doen. Ik ben toch weer zo'n wijsneus. Je kan nog proberen met je kwastje van het flesje nog ietsje schuivend naar de cuticle. Oké. Okay. Probeer maar heel zachtjes. Heel zachtjes. Ja, stop. En nu nog rechts. En dan wel doorstrijken naar de vrije rand, want anders krijg je een puntje. Heel goed. Ja. Okay. En dan zo snel mogelijk in de lamp. Heb je goed gedaan. Ja, dankjewel. Maar waarom heb ik nou zoveel potten in mijn pakket zitten? Want dit ging eigenlijk best wel heel makkelijk zo. Ja, nou, er zijn zoveel producten, die zijn ook echt nodig. Omdat elk product heeft zo zijn eigen voordelen. Okay. Zo is mijn favoriete product is bijvoorbeeld de Fibergel. Oh, de Fibergel, daar gaat Wendy zo een demo mee geven. De Babyboom, met mijn favoriete product, de Fibergel. Ja, ik moet ook zeggen dat de Fibergel een van mijn favoriete gels is. En dat komt omdat Fibergel de ideale combinatie biedt tussen flexibiliteit en hardheid. En dat komt omdat de Fibergel versterkt is in de gel met fiberdeeltjes. En die fiberdeeltjes zijn bijna onzichtbaar, maar die maken wel dat verschil dat je een hele dunne nagel kunt maken die toch heel erg sterk is. Echt een hele diepe C-curve ook houdt. Als je nagels wil pinchen, dan is Fibergel ideaal. Wist je trouwens dat, ik heb het nu al een paar keer gehad over flexibiliteit versus hardheid, maar dat is altijd een beetje lastig. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze potten een flex indicator te zetten. En die flex indicator vertelt je precies of een gel nou hard is of juist flexibel. Ik zal het eens hier laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld in mijn handen de standaard beeldengel. En de standaard beeldengel, dat is een hele harde gel, dat weet ik. Maar dat zie je hier ook omdat alle vier de blokjes van de flex indicator zijn gevuld. Hierdoor weet je gewoon, dit is een harde gel, hier kan ik een dunne nagel mee maken die een goede C-curve houdt. Een ander voorbeeld heb ik hier, dat is de Flash Gel. Flash Gel is een dikke gel, een hele, zelfs onze allerdikste gel. Maar als ik dan hier naar de flex indicator ga, zie je dat die maar twee blokjes heeft. Dus weet je dat dit een hele flexibele gel is. Nou weet ik natuurlijk dat niet ieder merk met flex indicators werkt. Want dan moet je wel heel erg bezig zijn met de gel en de verschillen in die gel. Dus ik ga je later in deze uitzending een trucje laten zien waarmee jij zelf kunt zien of de gel waar jij mee werkt op dit moment, of die juist flexibel is of heel erg hard. En dan ga ik ook wat meer vertellen over waarom dat nou zo belangrijk is. Nou, zoals ik al zei, Fibergel is mijn favoriete gel. En zo direct gaat Wendy daar ook nog een nagel mee maken. Fibergel is ook favoriet omdat deze gel self-leveling is. Nou, wat wil dat nou zeggen? Self-leveling wil eigenlijk zeggen dat de gel uit zichzelf helemaal uitvloeit. Dus als je die op de juiste plek neerlegt, dan vloeit die helemaal zachtjes uit, zodat je eigenlijk zonder moeite, zonder heel veel energie eraan te besteden, toch een hele mooie bolling krijgt. Nou, hoe kun je dat nou het beste aanpakken? Dat ga ik je even laten zien.
Ik heb hier de Fibergel Pink. En met de Fibergel Pink, die heb ik hier staan. Ten eerste zal ik eens even laten zien dat als je deze uit de pot pakt, dat deze medium viskeus is. Dus hij loopt mooi van het penseel af. Viskeus is dus de viscositeit of de dikte. Nou, wat het makkelijkst is bij een self-leveling gel, is neem eerst een klein beetje gel aan je penseel en die breng je aan als een strijklaagje over de hele nagel. Je kunt nu de fiberdeeltjes ook zien zitten, maar dan moet je wel heel close komen. En ja, ik denk niet dat het zo close kan worden gefilmd. Zo. Wil je nou zorgen dat je hier dus een mooie bolling op krijgt, dan is de makkelijkste manier om gewoon een schep te nemen uit je pot. Zo. Die schep je omhoog, zodat er aan de achterkant van je penseel geen product zit. Dus je hebt je product aan één kant van je penseel. Je zet de schone kant van je penseel op de tip en je rolt in één beweging alle gel van je penseel af. En dan kun je nu al zien dat die gel zachtjes begint uit te vloeien. Dat zie je bijvoorbeeld hier aan de zijkant al gebeuren. En bij een self-leveling gel hoef je alleen maar de randen van de gel te helpen te egaliseren of uit te vloeien. Dus je begeleidt eigenlijk je gel. Als je dat doet en je doet dat rustig, dan zul je zien dat die gel vanzelf helemaal op zijn plek vloeit. Het is dus handig met een self-levelende gel om de bolling alvast neer te leggen waar jij de apex wil hebben. In dit geval heb ik de bolling wat ver naar achter. Maar ja, je kunt dat natuurlijk altijd zo meetrekken met je penseel. En zo wordt die vanzelf eigenlijk glad. Nou, ik wil dat niet zeggen dat die dan dus op de juiste plek ligt, maar wel dat je er bijna geen effort voor hoeft te doen. Je hoeft er eigenlijk geen moeite voor te doen. En dat vind ik het prettige van een self-levelende gel. De gel doet voor mij wat ik wil dat hij doet. Je hebt alleen ook gels die zijn minder self-levelend. Dat zijn gels met een zogenaamde hoge shear factor. Maar daar ga ik straks wat meer over vertellen. Hoe je nou met de fibergel in de praktijk moet werken en hoe je dat moet aanpakken, dat laat Wendy je zien met een mooie babyboomnagel. Ik ga jullie een babyboom laten zien met de fibergels. Ik heb de natuurlijke nagel al voorbereid en de tip heb ik al geplakt. Kijken jullie mee? Ik ga beginnen met de fibergel white. Ik leg mijn wit neer en ik ga hem verdelen over de verlenging. En daarna ga ik hem blenden richting het nagelbed. Ik zorg ervoor dat ik met mijn wit al de juiste dikte neerleg. Want als ik hem te dik neerleg, ga ik hem strakjes, moet ik gewoon veel te veel veilen. Dus ik wil hem eigenlijk al een beetje op die creditcard dikte neerleggen. Nu maak ik mijn penseel schoon aan een neelwijpje. En dan ga ik mijn product blenden. En dat doe ik heel zachtjes. Dus ik pak een beet en ik trek hem mee. Dus ik zet geen druk in mijn wit. Als ik druk zet, dan krijg ik een kuil. En dat wil ik niet. En hij mag in de lamp. De fibergel mag 1,5 minuut uitharden. De volgende gel die ik ga gebruiken is de fibergel nail plate extender. Hiermee ga ik een heel dun poetslaagje neerleggen. En daaroverheen ga ik de nagel afbouwen met de fibergel pink. Dus ik ga hier niet mee bouwen, maar ik wil alleen voor de kleur wil ik de fibergel nail plate extender over het nagelbed verdelen. Dus ik verdeel hem van links naar rechts en ik neem hem mee richting mijn wit. En bij het wit stop ik, want daar ga ik hem weer blenden. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst weer mijn penseel schoonvegen. En dan ga ik hem voorzichtig mee naar voren nemen. Ik zorg ervoor dat ik niet de nail plate extender over mijn wit helemaal heen trek, want anders gaat mijn wit verkleuren. Dan wordt hij te roze. En ik wil mijn wit wil ik ook echt wit houden. En deze laag mag ook weer 1,5 minuut in de twinlight. Nu ga ik met de fibergel pink ga ik de nagel afbouwen. En hiermee leg ik gelijk mijn apex neer. Ik verdeel mijn product voorzichtig richting de nagelriemen. Ik kijk vanaf de zijaanzicht of mijn apex op de juiste plek ligt. Nu kan ik hem nog goed verdelen. De nagel mag nu even 1,5 minuut uitharden. Dus we gaan nu even naar Jessica.
Wat doet ze dat toch mooi, hè? Onze Wendy, de babyboom queen. Hey, ik heb ondertussen, zit ik een beetje Facebook in de gaten te houden. En ik zie dat we heel veel bekende mensen meekijken. Oude bekenden, dus welkom allemaal. Super dat jullie kijken. En ik had een paar vragen, daar wil ik even antwoord op geven. Annabel, die vraagt namelijk, Annabel Espinosa. Wat zou een richtprijs zijn voor een behandeling met een building base en een gel polish? Als ik dan naar mijzelf kijk en in mijn eigen salon. Het zijn twee behandelingen. Dus ik vraag voor een building base erbij wel meer dan alleen een gel polish behandeling. En wat voor prijs dat dan is, ik vraag daar dan zelf, inclusief building base, 37,5 voor. Maar ik zag dat Deborah, die vraagt er 35 voor. Ik zit in Twente, Deborah zit weer ergens anders, dus dat, ja, dat moet je even... ik zou dat zeker niet dezelfde prijs gaan geven dan een gel polish, want het is natuurlijk meer werk. En het geeft ook meer stevigheid. Dan is de vraag van Wendy Maria. Wanneer kies je dan voor een fibercoat of de building base? En dan hebben we het over de fibercoat uit het flesje. De fibercoat is dan net weer iets sterker dan de building base. Dus die kies ik dan als de building base dus eigenlijk net iets te flexibel nog is voor de klant's nagels. Maar Pepijn, misschien heb jij een andere. Ja, nou, ik vind fibercoat is dikker. Ja. Het is steviger door de fiberdeeltjes. Dus ik vind dat makkelijker als je bijvoorbeeld iemand hebt met een hele platte nagel. Of juist misschien met een lichte deuk in de nagel. En je wil wat meer body opbouwen, dan zou ik dat altijd met de fibercoat doen. Want je hebt dan makkelijker die bolling op de juiste plek liggen. De building base is eigenlijk, daar zit er precies tussenin. Dus je hebt drie opties. Base en top, die je natuurlijk in 2 tot 3 lagen kunt aanbrengen. Maar dat is echt alleen maar een dunne laag. Dus dan werk je in lagen. Building base, dan kun je al een beetje bolling maken. En met de fibercoat kun je echt een flinke bolling maken. En fibercoat is natuurlijk in meer kleuren. En self-levelend. Baby boom en zo kunt maken. Oh, Tena vraagt. Tena Waas, wat heb je trouwens een mooi schort aan, Pepijn? Is hij ook te koop in de winkel? Ik wil hem. Hij is mooi, ja. Ja, oh, toen May en ik samen met Jaap op reis waren, toen kwamen we dit schort tegen. En we werden er op slag verliefd op. En dit is het eerste prototype wat ik hier aan heb. Om te kijken of hij echt zo lekker zit als dat ik hoop. Over een paar weken is deze te koop. Dus nog even wachten. Maar ik hou je wel op de hoogte via Neil Talk Live. Maar hij is geweldig. En het leukste, hij heeft ook nog eens zakken. Dus je kunt alles bij je hebben. En hij heeft een printje. En ik hou van printjes. Een slangenprintje is het, hè? Ja, kroko. Kroko. Ik hou ervan. Ik wil hem. Maar goed, anywho. Ik heb ook nog een winnaar van vorige week. Weten jullie het nog? De prijsvraag. En dan kon je namelijk dit prachtige triangle brush winnen. En de naam van de winnares komt nu in beeld. Dat is Barbara van Eikenhorst. Van harte gefeliciteerd, Barbara. Je zult er heel erg blij van worden. Werd ik ook. Je kunt daar echt een prachtige gel polish applicatie, super strak, tegen die cuticle aan mee lakken. De eerste laag, echt geweldig. Je wordt er helemaal gelukkig van. Het antwoord was natuurlijk cuticula of cuticle, hè, hoe je het dan wil noemen. En wil jij kans maken op de prijs van deze week, en dat is de prijs, alle 4 de fibergels. En dat is een mooie prijs, hè. Dan moet je namelijk even heel goed opletten wat Wendy, als Wendy zo meteen weer terugkomt, vertelt. Want zij noemt namelijk een product dat niet bestaat. Jij moet dus horen wat. En als jij hoort welk woord het is, dan moet je dat even live in de comments laten weten. En dan misschien heb jij zo meteen die 4 gels gewonnen. Over gels gesproken, we hebben natuurlijk nog meer demo's. En onze lieve Linda laat nu iets prachtigs zien. Een wet-on-wet techniek. Kijken jullie mee? Ik ga je een design laten zien met de Pink Glass Gel Polish. Die kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld inlay designs mee maken, maar je kunt er ook hele gave nail art mee maken. Nu ga ik je een wet-on-wet techniek laten zien. Als eerste heb ik een basislaagje aangebracht. Deze gaat niet in de lamp. Ik doe een beetje Widest White Gel Polish op mijn paper palette. En ik ga met mijn detailer 3 penseel ga ik wat vlekjes zetten. En omdat de ondergrond nat is, gaat de gel polish lopen. Ik breng kleine stipjes aan en grote stippen.
Dan ga ik met Pepijn's Choice lijnen trekken door mijn witte gel polish. Maak tussendoor je penseel schoon. Nu gaat de nagel 30 seconden in het twinlight. Dan ga ik met Morganite Pink wat effecten toevoegen. Ik ga met mijn detailer 3 pak ik wat pigment op en dit breng ik aan op de witte gel polish. Om het pigment te fixeren gaat het nagel 10 seconden in het twinlight. Dan breng ik een tweede laag pink glas aan. Dan gaat hij weer 30 seconden in de twinlight. Het design is klaar en nu ga ik hem aflakken met de Supreme Finish. Dan gaat hij 1,5 minuut in de twinlight. En het design is klaar. We hebben nog 5 andere kleuren waarmee je ook prachtige designs kunt maken. Veel plezier en ontdek alle mogelijkheden met de Glass Gel Polishes. Ja, en die mogelijkheden zijn echt eindeloos. We hebben 6 Through the Looking Glass transparante gel polishes. En ik kon het niet laten om daar toch even wat meer over te vertellen en ook te laten zien, want ik vind ze echt super cool. Dit zijn eigenlijk een soort building bases, maar dan in kleur. Die je dus kunt gebruiken in bijvoorbeeld een reverse nagel als je inlay doet en je wil met kleur werken. Maar je kunt deze kleuren ook bijvoorbeeld over glitter heen zetten. Of je kunt werken in lagen en dan bouw je die lagen op om je design te maken. We hebben 6 kleuren en ik vind ze echt helemaal geweldig. Dus ik ga jullie even laten zien hoe je nou een design in verschillende lagen heel snel en heel makkelijk kunt maken. Nou, ik heb hier een tip en ik begin met de donkerblauwe glass gel polish. Het moet ietsjes verder naar achter, zie ik. Zo. En deze donkerblauwe, ze zijn dus transparant. Nou wil ik nu wat meer dekking in de achtergrond. Dus zo breng je hem aan. En dan heb je je eerste laag. En je kunt deze bijvoorbeeld ook heel mooi over andere kleuren heen zetten. Denk bijvoorbeeld aan een lichtere kleur blauw. Maar zo krijg je dus je eerste laag. Zoals je kunt zien, ik zal even laten zien dat het best wel een stevige, volle gel polish is. Zou je hier ook mee kunnen bouwen? Want hij blijft goed op zijn plek liggen. Nou, deze harden we dan uit. En ik heb alvast voor het gemak er alvast eentje voor gedaan. En nou ga ik verder met, dit is de donkerblauwe glas, met de lichtblauwe, die cyaan. En ik heb hier op mijn palet Liner Gel White. En ik werk hier nu met het Ultra Designer penseel. Dat is een klein driehoekig penseeltje. En ik ga het niet te ingewikkeld maken, maar ik neem dus een beetje Liner White op. En dan kun je daar bijvoorbeeld een langgerekt bloemblad mee maken. Door hem gewoon hier naartoe te brengen. En dat doen we dan een paar. Niet te veel, maar ook niet te weinig natuurlijk. En nou is het idee wat ik bij deze bloem heb, is dat ik eigenlijk wil dat ik die transparantie van die gel polishes ga benutten. En dat benut ik door laag op laag aan te brengen. Dus ik breng een paar laagjes hiervan aan. En dan mag je best wel ook die lijnen zien in die liner gel. Dat kun je goed op beeld zien, dat je een beetje die verschillen in hoogtes hebt. Zo. Nou, deze laag is in principe klaar. Dus die gaat eventjes in de lamp. Nou, laten we zeggen een seconde of 20. Niet te kort natuurlijk, want dan kan het weer uitlopen. Is best wel stevig. Maar dan neem ik dus die cyan blue of lichtblauwe glass gel polish. En ja, 20 seconden is altijd langer als je erop zit te wachten natuurlijk. Maar goed, dan heb ik hem hier. En wat je dan dus hartstikke leuk kunt doen, is hier een laag overheen zetten van die lichtere kleur gel polish. Niet te dik. En dan krijg je heel mooi die dieptewerking.
Eigenlijk zie je het meteen gebeuren. Je ziet meteen dat deze laag een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En omdat deze gel transparant is, hardt deze ontzettend snel uit. Dus ik doe hem eventjes een paar seconden in de lamp. En dan breng ik daar nog een laagje op aan. En zo kun je dus heel mooi in lagen je design opbouwen. En door het feit dat je die kleur eroverheen zet, krijg je automatisch diepte in je design. Dus je hoeft niet meer in te schaduwen of te highlighten. Nee, dat zit allemaal al in je basis. Nou, hier hebben we hem weer. Gewoon met dezelfde liner gel white. En dan ga ik over deze bladeren nog meer bladeren maken. En zo kun je eindeloos variëren en spelen. Met eigenlijk is dit heel simpel. Want het enige wat ik doe is ik doe mijn penseel naar beneden en ik trek mijn blaadje uit. Zo. Nou, dit is dus weer klaar en gaat weer in de lamp. Moet ik wel even kijken dat ik hem natuurlijk aandoe. Ik heb wel eens gehad dat ik hier zat en ik vergat de lamp aan te doen. Dat is niet zo handig. Nou, om wat meer kleureffect te krijgen, zou je bijvoorbeeld nu kunnen kiezen om een andere kleur te gebruiken in combinatie met dat blauw. Dus laten we dat dus eventjes een beetje overdrijven met een beetje geel. Nou, ik vind het nu alweer goed geweest. Hier begin ik hierboven met weer blauw. Dus het is dezelfde kleur als die ik net heb gebruikt. Ik maak wel even mijn penseeltje een beetje schoner. En ik breng die zo een beetje van buiten naar binnen. En dan kun je met je geel, die een hele mooie, een beetje honingkleur is, kun je een beetje spelen. En dan krijg je dus zo, zonder dat je ook maar enige vorm van moeite doet, een ombre effect in je kleur. Nou, hoe grappig is dat nou? Gaat weer even in de lamp. En zo bouw je op een ontzettend eenvoudige manier dus je design op. En de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Natuurlijk word ik hier helemaal gelukkig van. Het liefst zou ik nu nog een half uur doorgaan met allerlei varianten te maken. En wat ik het zo leuk vind, deze gel polishes, de glass gel polishes, en ik ervan overtuigd ben dat werkelijk iedereen mooie nail art ermee kan maken, geef ik nog één keertje les. Ja, ik heb me toch weer eens laten overhalen. Op zondag 29 maart. En dan ga ik je dit design, maar nog veel meer varianten leren met deze glass gel polishes. Het enige wat je hoeft mee te nemen zijn je penselen en een beetje goede zin. En wij gaan er samen een ontzettend leuke dag van maken. En ik weet zeker dat je aan het eind van de dag minstens 10 verschillende designs hebt die jij kunt gaan aanbieden bij jou in de salon. Nu we het over trainingen hadden, toevallig afgelopen zondag bestond Nailed It Magazine een jaar op Facebook. 1 jaar oud. En daarom had Annabel Notenboom besloten om afgelopen zondag de dag van de nagelstylist te maken. En natuurlijk, de dag van de nagelstylist kan niet ontbreken zonder een leuk hebben dingetje van Magnetic Nail Design. En daarom heb ik samen met Jessica besloten dat we voor 20 personen een gratis workshop doen, waarin Jessica tips en tricks laat zien, waar ik natuurlijk ook even langskom. En dat was op 28 maart. Nou, er waren ontzettend veel reacties en Annabel heeft de 20 mensen uitgekozen die mee mogen doen. En daar hebben we nu een afbeelding van. Ontzettend leuk dat jullie daaraan mee hebben gedaan. Een ontzettend goed initiatief natuurlijk, het Nailed It Magazine. Mooie artikelen, interessante informatie en echt geschreven vanuit de passie voor het vak. Dus ik zie jullie dan in ieder geval ook 28 maart, want dan ga ik natuurlijk, kom ik langs bij Jessica, net zoals we nu naar Jessica gaan. Ja, het was bizar hoeveel aanmeldingen. Echt super tof. Ik heb er ook echt heel veel zin in. En we gaan gewoon een hele dag gezellig met elkaar arten. Bij mij moet je eigenlijk van alles meenemen wat je hebt. Dus gelpenselen, nail art penselen. Neem je flakes mee, neem je glitters mee. We gaan gewoon met van alles aan de slag en we gaan super mooie dingen maken. Ik heb nog een reactie van de prijswinnares van eerder, van het penseel. Barbara van Eikenhorst, leuk, tof, ook nog een prijs. Super gefeliciteerd, Barbara. En superleuk dat je kijkt. En Denise Pauw, die reageert nog op Pepijn, de demo van net. Work your magic, Pepijn. Altijd die mooie bloemen voor jou. Nou, dat ben ik zeker met je eens, Denise. We gaan nu zometeen weer naar Wendy kijken. Let op. Wendy gaat dus iets zeggen wat niet klopt. Dus ze benoemt een product wat niet bestaat. Als jij dat product hoort, zet het dan gelijk live in die comments. En wie weet win jij die supermooie prijs van die 4 kleuren fibergel. Kan alleen in Nail Talk Live. Dus onder deze pagina, Nail Talk Live, niet op Magnetic Nails,
Nail Talk Live pagina. Want dan zien wij namelijk de comments. En dan, dan kunnen we gelijk actie reactie. Dus succes, Wendy! Oh, ik ben fijne krasjes aan het verwijderen met de Black Block. Zodat de nagel heel erg mooi afgewerkt kan worden met de topgel, zonder dat de krasjes zichtbaar zijn. En dat doe ik in ronddraaiende bewegingen. Nu kan ik hem gaan afwerken met een topgel. Ik gebruik de Improved Supreme Finish en ik doe even schudden voor gebruik, zodat het UV-filter die erin zit goed verdeeld wordt. En over een babyboom kan je natuurlijk verschillende soorten afwerkingen doen. Hè. Je kan bijvoorbeeld ook de Diamond Dust gebruiken, die is heel erg mooi over een babyboom. Zo, de nagel mag in de lamp en de Supreme Finish mag 1,5 minuut uitharden. Bij mij in de salon is babyboom echt heel erg populair. Ik zet hem echt elke dag. Ik ben ook echt benieuwd wat Gillian van babyboom vindt. Coole nagel die Wendy net had gemaakt van de babyboom. Kan ik dat ook niet gaan proberen binnenkort? Of loop ik dan al vooruit op de zaken? Je wil nu de babyboom al gaan maken? Nou ja, het zag je gaat eerst uit. Productbeheersing krijgen. Niet te snel, hè Gil? Nee, oké. Okay. We gaan nu de bolling aanbrengen. Ga ik je laten zien. Oké. Okay. Dan weet je ook meteen waarom de Building Base heet. Building Base is een bouwgel. Je kan ermee bouwen. Dus je we gaan de bolling bouwen. Je gebruikt hem 2 keer dus. Ja, we hebben dus eerst een laagje aangebracht. Die hebben we laten uitharden. Ja. We gaan de bolling aanbrengen in een natte laag van de aangebrachte... van de aangebrachte laag. Okay. Laag, laag, laag. Als je namelijk de bolling gaat aanbrengen in een natte laag, dan kan je hem beter op zijn plek krijgen waar je hem hebben wilt. Dat maakt het je makkelijker. Okay. Dus we brengen eerst een dun laagje aan. Ja. Kant op mijn flesje weer. Ik zorg dat mijn product weer aan één kant zit. Ja. En dan breng ik dus overal een dun laagje aan. Ik steun weer, hè, op mijn hand. Zie je dat? Ja. Oké, dan hebben we het dus aangebracht over de hele nagel. Je pakt een druppeltje product. Zie je aan de zijkant waar die druppel hangt? Ja. Die brengen we dus aan op de apex van de nagel waar je de bolling wilt hebben. Dan kun je ervoor kiezen om hem dan naar voren te trekken. Zwevend. Je kunt ook als hulpmiddel gebruiken je penseel. Je fruspenseel. En dan ga je in het bolletje eigenlijk de contouren van het bolletje uitwerken naar de, ja, hoe zeg ik dat? Gewoon verder verdelen over de nagel, ja. Dan. Okay. En dan blijf je dus, want ik heb hier je product, het bolletje aangebracht. Ik laat het nog even zien. Ja. Hier blijf je vanaf, maar je gaat dus met je fruspenseel, ga je hem dus de buitenkantjes van het druppeltje die je hebt aangebracht, ga je verdelen. Als je dit lastig vindt, kijk, nu duurt het even lang, kan je er ook voor kiezen om even de vinger op zijn kop te houden. Ja. Tik je een beetje op de nagel, dan gaat hij zelf levelen. Dat is echt voorkeur. En dan ligt hij op zijn plek en dan mag je in de lamp. Oké, okay, dat dus zijn heel wat proberen, je gaat het proberen met het penseeltje uit het flesje. Ja. En lukt dat, vind je dat fijn, dan is het prima. Maar je kan dus ook als hulpmiddel het fruspenseel gebruiken. Ja, om het beter te verdelen. Het is echt een tool, echt een tip, een trick om de bolling op de juiste plek te krijgen. Als je daar moeite mee hebt. Okay. Nou heeft je moeder al een hele mooie natuurlijke bolling in haar nagel. Dus joh, dat is voor jou appeltje eitje. Ja, dat moet komen. Nou komt er maar, mevrouw. Let op dat je goed je hand ondersteunt weer, hè. Niet te veel drukken. Dat blijft lastig, moet ik zeggen, in het begin. Kijk, straks als je controle hebt over het product, ja, dan ga je meer snelheid beheersen. Oké, okay, en dan kan je... Ja, nu ga je dus een druppeltje aanbrengen. In het midden. Juist. Hup, omhoog, klaar. Ja. Ja. En dan kan je ervoor kiezen of meteen de hand op zijn kop. Probeer maar. Oké. Okay. Oh. Ja, dan doe je die even snel terug. Even tik-tik. Dan gaan we terug. Duidelijk. En dan kijk je aan de zijkant. Ligt de bolling op zijn plek? Nee, dat ligt hij niet. Dan pak je je penseel. En dan ga je dat bolletje op zijn plek krijgen. Je bent continu aan het kijken om die nagel heen of het model goed is. Of de bolling op de plek ligt waar jij hem wilt hebben. Volgens mij is hij keurig. Ja, volgens mij is hij keurig. Als hij keurig is, niets meer aan doen en dan snel in de lamp. Oké. Okay. Ja. Joh, je gaat straks echt met keurige nagels de deur uit. Het wordt nog wat. Ja, verwacht me niet dat ik het iedere keer doe, hoor. Je gaat het nog leuk vinden, dit carrière. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zit er voor een reden. Dus, Wat nou, camera, achter de camera, voor de camera? Ja. Hij is alweer uit. Dus. Eigen nagelstudio. Ja, hoe ga je hem noemen? Johnny Bravo? Bij Johnny's. Ja, dan doe ik gewoon iedere dag een zonnebril op. En, Ja, en dan dit als logo.
Ik zou het doen hoor. Ik vind het wel leuk. Hey, social media. Ik heb namelijk een vraag van Margo Duivenvoorde. Ik vind dat de Supreme Finish verkleurt. Doe ik iets verkeerd? Doe het alleen over lichte kleuren? Ik heb je in de comments al geantwoord. Ja, schudden voor gebruik, dat helpt. En 1,5 minuut cure natuurlijk. Maar mocht je het dan nog steeds, want dit doe je al, dat vertel je. Ik wil ook nog iets toevoegen daarover. Oh, Pepijn wil ook nog iets toevoegen. Ja. Ja. Want wat ik ook wel eens heb met de Supreme Finish, controleer als je in de lamp gaat of je hem helemaal hebt gepakt, de nagel. Want soms zie je dan dat de delen niet helemaal zijn bedekt door dat witte UV-filter. En dat kan nog wel eens invloed hebben op de look van de kleur daarna. En anders moet je even contact opnemen met de nail supportlijn. Ja, ja, inderdaad. En als het goed is, zet onze lieve Rick in de comments straks het, 06, of het nummer dat je kunt bellen. Nail supportlijn voor al je vragen. En dan het, de prijswinnaar, hè? Die komt nu. Want het foute antwoord was natuurlijk de black block. En dit is natuurlijk een white block. Hoewel ik persoonlijk een black block eigenlijk ook wel heel graag zou willen. Vind ik wel tof, Pepijn. Ik hou van zwart. De winnares is Sam van Dijk. Van harte gefeliciteerd, lieve Sam. Jij hebt dit prachtige pakket gewonnen. 4 potten. En verschillende kleuren ook nog. Hè. Echt geweldig. Super gefeliciteerd. Pepijn, ik heb een vraagje. Hoe weet jij nou eigenlijk hoe hard je gel is? Ja, nou, daar heb ik een trucje voor. En natuurlijk, kijk, de hardheid van de gel is belangrijk, omdat je eigenlijk wil dat de natuurlijke nagel, de hardheid van de natuurlijke nagel wordt geëvenaard in je gel. Dat is het mooie van gel, want door de chemische compositie kun je gels maken die juist harder zijn en gels maken die flexibeler zijn. Dus je kunt eigenlijk bij ieder type nagel dan de juiste gel uitkiezen. Je kunt het ook een beetje vergelijken, ik maak vaak de combinatie, dus stel je voor dat je een hele flexibele nagel hebt, dus dat is bijvoorbeeld, neem in je gedachten even een kussen, en als je daar een heel hard product op legt, denk even aan een glasplaat, en die glasplaat leg je op dat kussen, nou, dan is er in eerste instantie niks aan de hand natuurlijk. Totdat je op die glasplaat gaat staan. Door die flexibele nagel daaronder, of dat kussen, krak, die glasplaat, en breekt die in 1000 stukken. Nou, dat is een beetje waarom flexibiliteit versus hardheid belangrijk is. Als jij nou thuis gels hebt staan en je denkt bij jezelf, ik wil toch eens even wat beter weten wat die gels zijn. Nou, dan kan ik het je beste aanraden om een schabloontje te nemen en die gel aan te brengen op een schabloon in de juiste dikte. En dat ga ik eens even laten zien hier. Ik heb hier 2 verschillende gels bij mij. De eerste is de standaard beeldergel. En die breng ik hieronder aan op het schabloon. En die standaard beeldergel, die breng je aan in de dikte die je gewend bent van je product. Dus niet te dik, want ja, je gaat natuurlijk niet hele dikke nagels maken. En die breng je gewoon in de juiste vorm en dikte aan. Nou, zo. De standaard beeldergel, ik heb het toen net al gezegd, met de flex indicator, is een harde gel. Trouwens ook een super flexibele gel. Super transparante gel, een harde gel en ook flexibel. Ja, af en toe verspreek je jezelf. En op dit schabloon hierboven, dus hier ligt de standaard gel beneden, en hierboven ga ik de flash gel aanbrengen in dezelfde laagdikte. De flash gel is een hele dikke gel, dus ook weer, kijk, je ziet dat de bol ongeveer net zo groot is. En die breng je gewoon aan alsof het een overlay is, dus alsof het op een nagel is aangebracht. Beetje egaal. En dat kun je dus ook met jouw eigen gel doen. Neem wel een reële, realistische dikte van de laag, want anders krijg je natuurlijk geen goed resultaat. Nou, dan gaat dit eventjes een paar seconden in de lamp. Zo, even aanzetten. Zo kun je natuurlijk voor jezelf bepalen of jouw gel dik of hard is of flexibel. En natuurlijk bij je klant bepaal je dat door gewoon te voelen aan de natuurlijke nagel. Als je voelt aan die natuurlijke nagel, dan merk je dat iemand of harde nagels heeft of juist hele zachte nagels. Zachte nagels, maar ook probleemnagels, zoals bijvoorbeeld een nagelbijter, die hebben meer behoefte aan een flexibel product. Echt waar. Terwijl harde nagels, ik heb zelf vrij harde nagels, ik hou van hard product. Eigenlijk moet je je voorstellen dat je je natuurlijke nagel wil verlengen in dezelfde structuur als dat een natuurnagel is. Nou, ik heb hier het schabloontje
En ik pak het er even. Ik pak wat prep en wipe natuurlijk, want ik wil wel zorgen dat de plaklaag weg is. Hierboven zit de flashgel. Hieronder zit de standaard beeldengel. Zo. Nou, dan zal ik het verschil proberen te laten zien. Hier pak ik de flashgel en de flashgel buigt echt mee. Zie je dat? Die meebuigt. Dus als ik hier een C-curve in zou maken, dan buigt hij ook weer terug. Zie je dat? Hij is heel flexibel. Hij wil gewoon terug. Deze is dus ook niet geschikt om hele lange, gepinchte, diep gepinchte nagels te maken. Want dit is gewoon te flexibel. Kijk maar, je ziet zo tussen mijn vingers. Terwijl de standaard beeldergel, die pak ik nu op, die zat onder. Die krijg ik bijna niet gebogen. Dus deze is een stuk harder en daardoor ook geschikter om een hele dramatische nagel mee te maken. Wil jij bijvoorbeeld een echt zo'n modern element nagel maken, diep gepinched, dan kun je dat beste doen met clear builder gel. Wil jij een natuurnagel behandelen die misschien beschadigd is of heel flexibel is, of je wil een gel hebben die de perfecte inputslaag geeft, dus de perfecte hechting, dan kies je voor een hele flexibele gel, zoals de flash gel. Flash gel is echt super voor die liftingsgevoelige nagel. Dus, ja, dat is mijn tip voor jullie. Mijn favoriet is wel de Clear Builder Gel, omdat die super transparant is, geweldig is voor inlay designs. En volgens mij gaat Cherise die ook gebruiken. Ja, dat klopt inderdaad, Pepijn. Ik ga de standaard Builder Clear gebruiken. Maar ik heb eerst met Power Gel Clear een mooie verlenging opgezet en ik ga de Flash Gel gebruiken. Ik ga de Flash Gel gebruiken als strijklaag. Dus ik trek hem ook over de hele nagel heen. Richting de cuticle. Dus eigenlijk daar waar ik mijn power gel straks wil hebben, tot daar lak ik. De flash gel gaat 90 seconden onder de lamp en ik ga de plaklaag weer verwijderen. Ik begin met de power gel noot en ik leg daar vast alvast één bolletje neer. Oké, let op Gillian. Dit is een echte muscle gel, speciaal voor jou. Met dit bolletje ga ik het stoeprandje creëren. Dus precies de plekken waar ik dekking nodig heb. De blend op de nagelplaat is heel belangrijk, omdat ik straks met de extender het nagelbed ga afmaken, zodat ik een mooie overgang heb naar de cuticle. Maar dit bolletje ga ik eerst uitharden. Mijn tweede bolletje power gel is de extender. En die komt dichter richting cuticle te liggen. Nou, ik zorg ervoor dat dit bolletje alvast mooi plat is. Dus we gaan weer een pannenkoekje maken. Die neem ik mee van links naar rechts richting cuticle. En tot over mijn eerste bolletje. Zodat ik al een lichte bolling heb gecreëerd aan de bovenkant rond het nagelbed. Zodra je tevreden bent over de bolling, dan kan je onder de lamp. Nou, hoe meer energie je steekt in de applicatie van het product, hoe minder je hoeft te corrigeren met de vel. Maar ik kan het niet laten om toch nog een klein beetje na te veilen. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik genoeg hoogte op mijn stoeprand. Dus daar ben ik tevreden over. Dus ik hoef hem niet echt veel dunner te maken. Maar wat ik wil zien is een hele mooie, scherpe lijn. Met een emery board. Veilig de contouren van het nagelbed. En ik neem hele kleine velstapjes en zo verplaats ik me langs het hele nagelbed, dus langs de stoeprand. En ik heb mijn veldje nu nog vrij rechtop, dus vlak tegen de rand aan. Oké, nu gaan we beginnen met de inlay. En ja, we gaan het natuurlijk over standaard beelden clear hebben, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat is waar het om gaat. En nou ja, waar gebruik je dat voor als je glitters gaat gebruiken op de ondergrond? Dus ik heb een heel feestje gemaakt van een paper pallet met allerlei productjes erop. En dan, die ga ik allemaal gebruiken voor de inlay. Dus kijk maar even mee wat ik allemaal heb. Ik heb hier liggen de Diamond Confetti, Gel Polish Darkest Purple, Gel Polish Barbarella Lilac en een mixje daarvan in het midden. Dus ik heb daar gemengd. Ik heb de Magic Flakes. En in dit potje, dat is een speciaal potje voor gel, dus ik kan hem bewaren, zit de standaard beelden clear. En met de concentrates heb ik daar een kleur van gemaakt, maar heel weinig van nodig. Ik heb hier de glitterspray mauve. En hier liggen de opals.
Dus daar ga ik wat moois van maken. Ik begin met de donkerste kleur. En die ga ik tegen het nagelbed aanschilderen. Dus dat stoeprandje wat we net geveld hebben, die ga ik even inkleuren. Purple Seduction is echt een hele donkere kleur, dus let op dat je geen onderbrekingen in je uitharding hebt. Dat betekent dat je gewoon minimaal een minuut deze nagels onder de lamp moet laten voordat je doorgaat naar het volgende stukje. En je kunt natuurlijk gewoon ook 2, 3 of 4 nagels tegelijkertijd doen. Ik ga verder met het volgende deel. Dat is de tussenkleur die ik gemengd heb. Met die kleur schilder ik verder over de nagel. Het hoeft niet super netjes als die er maar ligt. Ik maak mijn penseeltje weer schoon. En ik ga naar de laatste kleur. Op de punt. Nou, we zijn natuurlijk nog niet klaar, want ik heb de opalen natuurlijk nog voor me liggen. Dus nou ja, wil je nou iets bijzonders in een inlay, nou, dan moet je die gewoon gebruiken. Ze zijn heel klein, dus je kunt ze goed verstoppen. En je ziet toch door de onregelmatigheid van ja, een soort keitjes, een soort steentjes gaat het op lijken. Zie je dat het wel, ja, dan ga je ernaar kijken, wat zie ik nou precies? En daar hou ik van in een inlay. Dus die ga ik er nog even tussen proppen. Een klein stukje, hier in het hoekje. En dit is eigenlijk naar eigen inzicht. Dus je kunt zelf kijken hoe je dat mooi vindt. Smaakverschillen. Er zijn ook nog veel andere kleurtjes. Nou, ik vind hem wel leuk zo. Dus ik ga onder de lamp laten. Ik heb nu alles op de plek zitten. Het ligt allemaal vast. En nu ga ik hem afkeppen met standaard beeldenclear. Ja, en die heb ik een klein tintje gegeven. Omdat ik altijd vind, als je een klein tintje concentrate ergens in doet, dan wordt die nagel wordt één geheel. Dus dat is heel mooi. Als je alles dan kept met een, iets waar een zweempje kleur in zit. Dus kom maar even meekijken hoe ik dat doe. Nou, dit is echt een gel natuurlijk. Dus ik leg hem neer. En dan beweeg ik hem. Nou ja, met mijn detailer 3. Dat vind ik zelf heel handig, omdat ik daar heel makkelijk mee in dit laatste hoekje kom. Nou, de nagel is uitgehard. Ik heb de plaklaag verwijderd. En in de tussentijd, als jullie naar Jessica toe gaan, die heeft sowieso een hele leuke prijsvraag voor jullie. Want wie weet, winnen jullie deze producten wel? Moet je even naar Jessica kijken. In de tussentijd ga ik die nagel verder afmaken. En dan zie ik jullie straks gewoon weer terug. Allemachtig, wat prachtig. Mooi, hè? Hè? Maar al die prijs of al die producten, die kun je dus ook winnen, die Sherissa heeft gebruikt voor de inlay. Ik zag dat paletje net liggen. Ik denk, wauw, ik wil dat hebben. Dat is toch prachtig? En hoe kun je dit nou winnen, dit prachtige pakket? Dit kun je winnen door een mooie set reverse nagels. Een foto daarvan, niet de hele set, maar de foto, toesturen naar info@neiltalklife.com. En wie weet win jij die prijs wel. Ik zou hem willen winnen, hoor. Ik vind hem echt amazing. Echt super tof. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Maar voordat we dat doen, als comment heb ik Henneke Doeland. Die is heerlijk aan het kijken naar Nail Talk Live onder het Airnailsen. Topper! Henneke die was afgelopen weekend bij mij in de les. En dat was echt een geweldige les. Is altijd een geweldige les. Maar we hadden een hele grote groep dit keer. Dus Anjo, my partner in my Airnails twin, heeft me geholpen. Dankzij haar heb ik het ook absoluut niet gekund. Echt geweldig. En ja, hoe leuk is dat? Dat je gewoon aan het Airnailsen bent en lekker Nail Talk Live aan het kijken. Ja, zou ik ook doen als ik lekker thuis had gezeten. Absoluut. En ik wil straks een foto zien, Henneke. En Claudia Fijn die heeft nog de vraag. Hallo, mee. Wat kun je doen tegen hittevorming tijdens het uitharden van gel? Nou, er zijn verschillende dingen die je daartegen kunt doen. Je kunt namelijk je lamp aanzetten en eigenlijk daarvoor de nagels houden. Je kunt ook je nagels in en uit. Je hebt heel veel verschillende methodes die je kunt doen. Maar Pepijn, die kan je er iets beter over uitleggen. Dus ja. Pepijn. Warmte door de uitharding in de lamp. Nou, er zijn verschillende redenen voor. En ik zal eerst even uitleggen waar Jessica naar aan het zwaaien was. Volgens mij komt May net binnenlopen, maar ik heb hem nog niet gezien. Ja. Terug uit Egypte. En natuurlijk, onze hondjes reageren daar meteen op. Die rennen meteen vol vreugde naar May toe. Maar in ieder geval, warmte tijdens de uitharding van gel. Hoe zit dat nou?
Nou, ten eerste moet je realiseren dat om een gemiddelde nagel te maken je ongeveer 3 miljard moleculen nodig hebt. En die moleculen zijn constant in beweging. En op het moment dat die in de lamp komen door het licht, raken die moleculen verstard en die gaan polymeriseren, uitharden. Wat heel belangrijk is, is dat de combinatie tussen je kunstproduct, je gel en je lamp optimaal is. Die twee werken namelijk samen. Bij acryl heb je de liquid en de poeder, bij gel heb je de gel en de lamp. Want het licht wat de lamp geeft moet passen bij de foto-initiator in de gel, dus het uithardingsmechanisme, zeg maar. Tegenwoordig zie je veel lampen met steeds hoger wattage. Ik heb ze wel intussen gezien van 100 watt of hoger. Het probleem en het risico daarvan is dat de klap die de gel krijgt, of de gel polish, tijdens het uitharden te groot is, waardoor die gel eigenlijk als het ware een soort verstart. En dat wordt te heet. Mocht je nou toch de juiste combinatie gebruiken en het wordt nog steeds warm, dan kan het zijn dat de nagels van de klant wat gevoeliger zijn. Probeer dan in of meerdere laagjes te werken, dus breng laagje op laagje aan en hard die tussendoor uit. Dan vormt het als het ware een barrière tussen de lagen. Of zet je lamp in plaats van meteen je hand, in plaats van meteen in de lamp, hou hem er even voor en laat hem zachtjes, zeg maar, op warmte komen. Tot slot, op het moment dat je warmte ervaart tijdens het polymerisatieproces of het uithardingsproces van de gel, dan weet je dat dat het moment is dat de nagel ideaal te pinchen is. Dat is het ideale pinchmoment. Want dan komt alles in beweging en dan kun je hem zo bijzetten en corrigeren totdat je de perfecte C-curve hebt. Dus kortom, er zijn veel dingen die meespelen, maar zorg er altijd voor dat je de juiste balans hebt tussen lamp, gel, geldikte en natuurlijk misschien een pinch tool. Volgens mij. Ja, ik was nog heel even op Facebook aan het kijken. Corina, ik was even naar haar naam aan het kijken. Corina die vroeg, mag het ook een eerder gemaakte set zijn, hè, die reverse set? Tuurlijk mag dat. Mag een oude foto van 3-4 jaar geleden zijn. Maar als jij vindt, nou, deze kan wel een prijs, hè? Dan stuur hem vooral op. We zijn heel erg benieuwd. En dan kun jij die prachtige prijs winnen. Goed. Ik ben wel heel benieuwd naar het eindresultaat van Cherisa. Laten we kijken. Nou, ik heb het mat nu uit laten harden in de lamp. En het ziet er hartstikke mooi uit. Hij ligt vrij egaal. En dat komt gewoon omdat ik niet te weinig topgel heb gebruikt. Dus dat moet je ook altijd goed onthouden. Topgel heeft wel, moet je wel de mogelijkheid geven om een beetje te levelen, dat hij glad wordt. Nu ga ik verder met het glanzende gedeelte van de nagel. Op dezelfde manier. Nou, niet te weinig top gebruiken. Nou, ik vind hem echt goed gelukt. En het is heel leuk dat contrast van dat mat en dat glanzend. Nou, en al die glittertjes daarin zijn heel duidelijk zichtbaar. Dat komt natuurlijk door die standaard beelden. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Nou, Gillian, ik ben benieuwd wat je nou van die nagel vond. Ik heb hem natuurlijk speciaal voor jou gemaakt, hè. En al die verschillende gels, ja, daar is een reden voor, hè. Zoals jullie hebben gezien, allemaal. Is dat ik allerlei verschillende soorten gels door elkaar heen heb gebruikt. Dus achter ieder potje zit een geheim. Ik hoop dat jullie volgende week weer meekijken. Tot ziens. Dat is eigenlijk wel een vette demo van Cherisa. Maar kunnen wij dat ook niet gaan doen binnenkort? Ja, les 5. Les 5 is de Reverse French Inlay Design. Oké, nou, dan moet ik daar nog wel even op wachten. Ja, nee, je gaat maar vast mooie designs uitzoeken. Ja, nou, ik denk dat ik wel wat ga opzoeken. Ja, de inspiratie alvast. Dan kan ik me een beetje voorbereiden. Ja, leuk, gaaf. Heel gaaf. Ja, de wereld van gels is wonderbaarlijk. En de ontdekkingen en de uitvindingen en de innovatie is nog steeds niet weg. Maar zoals ik eerder al zei, heb je gels die zijn self-levelen, die vloeien vanzelf uit. En je hebt gels die zijn dat niet. Nou, ik ga je laten zien hoe je met een gel moet werken die niet self-levelt. Maar laat ik eerst eens even het verschil laten zien in de pot. Stel je nou voor, je hebt een gel, ik heb hier weer de Clear Builder gel. En hoe weet je nou dat deze self-levelend is? Ik heb deze net gebruikt. Als ik deze nu opendraai, dan zie je dat die weer helemaal glad is. Het is helemaal glad, deze pot. Er zitten geen deuken in, geen hapjes. Ik heb hier een pot flashgel. Als ik die openmaak, zie je precies wat er uit de pot is gepakt. Dus dit is eigenlijk al voor jou het teken, het verschil tussen een self-levelende gel en een gel met een hoog shear reactie. En een hoge shear reactie wil zeggen, gaan we weer even terug naar die 3 miljard moleculen. Die zijn allemaal in beweging. En de shear wil zeggen, als je daar nou op duwt,
hoe gaan al die moleculen dan ten opzichte van elkaar bewegen? In andere woorden, deze gel moet je in beweging brengen, zodat die gaat uitvloeien. Stop je met die beweging, stopt ook het uitvloeien. Doe je te veel in die beweging, vloeit die in de nagelriemen. Ik zal even laten zien wat ik daarmee bedoel. Ik heb hier dus nog steeds de flesgel. Deze kun je dus ook heel mooi uit de pot scheppen, zoals je kunt zien. Ik zet eventjes zodat ik hier wel goed kan werken. Nou, dan kun je deze dus neerzetten. En eigenlijk kun je gevoeglijk ervan uitgaan, als ik dit nu laat staan, dat er niet zoveel mee gebeurt. Maar als ik hem ga bewegen, kijk maar, als ik er ook in duw, zie je dat hij ook helemaal gek gaat misvormen. Het wordt eigenlijk een soort gekke ding. Maar als ik deze in beweging ga brengen, dan zul je zien dat hij zich makkelijker laat verdelen. En dit zijn zogenaamde sculpting gels. Die hebben we in nagelbedkleuren. Dit is natuurlijk de flesgel, die is transparant. En zo zie je dat door het bewegen van de gel, door het contact houden en het bewegen van de gel, eigenlijk die gel, ja, dezelfde reactie gaat krijgen als die self-levelende gel. Dus het is een hele persoonlijke keuze wat je fijn vindt. Vind jij het juist fijn dat die gel voor jou het werk doet? Self-leveling. Maak een strijklaagje, leg je product neer, laat het vloeien vanuit de bolling en je bent klaar. Of wil je meer controle over je product hebben en wil je echt zelf bepalen waar die naartoe gaat? Wat bijvoorbeeld voor een reverse nagel heel erg handig is, want dan kun je die muur wat meer opbouwen. Het zijn allemaal hele persoonlijke keuzes waar je goed over moet nadenken en die beïnvloeden dus welke gel jij gaat gebruiken. Ik ga even kijken of ik het nu allemaal heb. Volgens mij heb ik nu Jessica. Ja, dat klopt. Want ik heb ook nog een design die ik wil laten zien met Plastigel. Met Plastigel, ik heb een bloemetje heb ik gemaakt. En een ondergrond, super tof, al zeg ik het zelf. Maar met Plastigel, ja, dan kun je natuurlijk de 3D-bloemen van vroeger kun je daarmee maken. Maar ik heb in het verleden ook 3D-dieren heb ik ermee gemaakt. Leuke hoofdjes en een schildpadje en noem het maar op. En ik kreeg laatste vraag. Ik heb met acryl heb ik ook heel veel gedaan, ook een olifantenhoofd, super tof. En ik had een herinnering gedeeld op Facebook en iemand reageerde daaronder, goh, ik zou dit heel graag bij jou willen leren. Dus misschien moet ik toch maar weer eens aan de slag als daar heel veel vraag naar is. Want ik vind het natuurlijk wel weer heel erg leuk om misschien iets bij Plastigel in die richting te gaan doen. Dus ja, wie weet. Ik ga dus een design laten zien. Ondergrond, stempel, leuke plastigel erop. Kijken jullie mee? Ja, daar ben ik weer. Vandaag wil ik jullie een design laten zien met plastigel. Plastigel is een superleuk product. Je kunt een hele gave, snelle, wat we in het verleden altijd hadden, de acrylbloemen, die Pepijna geweldig kan maken. Maar die kun je nu met plastigel ook zeer makkelijk maken. En je hebt gewoon de tijd. Dat scheelt in vergelijking met acryl. Want daar ben je wel in tijdsdruk, omdat het natuurlijk uithardt. Plastigel hardt uit in onze twinlight. Of UV of LED, hè? Plastigel vind ik makkelijk te verwerken. Ik gebruik daarvoor een Plastigel tool en ik gebruik de Ultra Designer Brush om de bloemblaadjes te vormen. Mijn ondergrond is de Gel Polish Peacock Petrol, 2 keer gelakt en daaroverheen zit onze extreem matte topgel. Ik ga nu een band maken voor mijn pantenprint en dat ga ik doen met de Gel Polish Butterscotch. Het volgende product wat ik ga gebruiken zijn natuurlijk pigmenten. Ik hou van pigmenten. Dit is het goudpigment uit het kitje. Die heb ik alvast opgepakt op mijn pigmentbrush. En daarmee dep ik hem heel zachtjes in de plaklaag van mijn butterscotch gel polish. Zo. Pigmentjes die doe ik even 10 seconden in de twin, zodat ze op hun plekje blijven. Die pigmentjes die moet ik natuurlijk even insealen. Als ik hier overheen ga stempelen, dan komt dat niet goed en dan wordt het een beetje een smeerboeletje. Dus ik doe er nou heel snel even een laagje extreem matte top overheen. En voordat je je kwastje weer terug doet in je flesje, veeg dan even je kwastje af. Anders komen misschien wat pigmentjes mee het flesje in. En het volgende stapje dat ik ga zetten, is het stempelen. Een pantenprintje natuurlijk, I love pantenprintjes, of leopardprint moet ik dan zeggen. Een stempel van de enamelplaat, stempelplaat, en die ga ik er nu opzetten. Pak hem op en ik zet hem neer. Nou,
allemaal stempels zitten waar ik geen stempel wil hebben. Maar dat kan ik nu heel makkelijk verwijderen. Dat kun je doen met je correctorstift of met een nail wipe met aceton erop. De stempel is gezet en nu wil ik hem natuurlijk nog een beetje meer yes-swong geven. Dus ik ga die stempel inkleuren. Dat doe ik met gel polish. Met onze hele mooie nieuwe kleur, de Chocolate Delight. En de Blackest Black gel polish. En wat ik nu wil doen is die gele band iets meer warmte geven. Dus ik ga met die Chocolate Delight een beetje aan de borders kleur geven. Dan heb ik er ook een druppeltje bezemtop naast gelegd. Ik wil dat een beetje vervagen. Ik wil de vlekjes niet echt dicht donkerbruin, maar een beetje dat je die ondergrond, de butterscotch, nog kunt zien. En dan met Black is Black de vlekjes nog even iets meer pizzazz geven. Nu is de panterband is klaar. Die moet ik insealen. Dat doe ik met de Supreme Finish. En daarna ga ik nog een paar mooie strepen er langs halen. Nu ga ik met Charissa Sweeties en de One Coat Color Gel Gold ga ik nog even die band extra pizzazz geven. Dit doe ik met Jessica's Choice. Zo, en nu zijn we klaar voor de plastigel. Ik heb de plastigel al een beetje voorbereid. En dat kun je thuis ook natuurlijk doen. Het zit in potjes, maar het is heel makkelijk om te werken vanuit balletjes. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik bewaar mijn plastigel in dit bakje. En daar heb ik eigenlijk rolletjes die ik al tot balletjes heb gemaakt. Zodat je al vanuit je bakje makkelijker op je klanten kunt werken. Wat ik heb gedaan, zijn nu 3 bolletjes alvast voorgerold. Op mijn paperpallet neergelegd. En vanuit hier pak ik ze op met de tool. En dan leg ik hem neer waar ik hem wil hebben. Ik vind het fijn om met finishing wipe te werken. Ik druk ze dan een beetje de richting op waar ik het blaadje wil hebben. Deze gaat omhoog. En ik maak hem eigenlijk af met mijn Ultra Designer Brush. Om mijn plastidio bloemetjes iets meer diepte en iets meer pizzazz te geven, ga ik natuurlijk strakjes strasjes plaatsen. Maar onder die strasjes wil ik nog een beetje schaduw aanbrengen. En dat doe ik met de Liner Gel Black. Gewoon echt in het midden van mijn bloempje. Ik droog mijn penseel af. En dan trek ik hem. En hoe leuk is het om een design af te maken met strassteentjes? Nu hebben wij een heel mooi straswiel die eigenlijk ook een beetje bij die ondergrond past. De Peacock Petrol. Een hele mooie aquablauw is het. Aquablauw en paars. En ik ga de aquablauwe gebruiken. Gouden bouillons. Ach, en misschien nog een paar strassteentjes er extra in de AB Shine. En dan krijg je dit als resultaat. Dat maakt het af, hè? Ik heb natuurlijk heel veel penselen gebruikt en tools in mijn designs. En als laatste heb ik natuurlijk de Ultra Designer Brush gebruikt voor de plastigel. Maar Pepijn laat jullie nu, vertelt jullie nog veel meer wat je allemaal kunt doen met alle verschillende penselen die we hebben. Ja, yes, je zit lekker bij me. Ja, gezellig. En we gaan het eventjes hebben over penselen. Want natuurlijk naast je sheer, naast je viscositeit, naast je flexibiliteit en hardheid, heeft je penseel ook heel veel invloed op hoe je met je gel moet werken. Je kunt eigenlijk stellen dat er een verschil is tussen synthetische penselen en echte harenpenselen. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk in nail art, maar ja, dat geldt dus ook met gel. Verschillende type penselen. Wat vind jij trouwens bij nail art het fijnst om te gebruiken? Echt haar of synthetisch haar? De master detailer, die vind ik het echt heel erg fijn. Echt haar. Maar dat is met master paints. Ja? Maar Jessica's Choice, ja, voor mijn gel. Liner gels, voor, ja, dat vind ik heel fijn om daarmee te, omdat hij heel flexibel is. En als je bijvoorbeeld de Charissa Sweeties met de Jessica's Choice pakt, dan kruipt hij een beetje omhoog. Ja, ja. Maar de liner gel, die is toch wat, ja, meer body heeft lobbiger, die. Ja. Ja. En die blijft echt heel mooi in het puntje zitten. Echt geweldig penseel.
Ja. Het grote verschil is als je met een bouwgel gaat werken, dat je, ik moet even wennen aan de schakeling, vandaar dat je hem even iets recht kan kijken, maar is dat een echt haren penseel is zachter. Dus dat laat het product zich zachter verdelen. Terwijl synthetisch haar, daar kun je wat meer druk mee uitoefenen. Zeker met powergel, en dat komt natuurlijk later in het seizoen, maakt dat een groot verschil. Want er zijn mensen die willen juist met een acrylpenseel dus echt haar werken. Of met een synthetisch penseel, omdat je daar harder mee kunt drukken bij de cuticle en bij de aansluiting. Ja. Topgel zou ik altijd aanbrengen met een echt haren penseel. En daar hebben we verschillende varianten van. Wat nou een voorbeeld is van een echt haren penseel, dat is dit penseel, het nummer 8, het Kolinsky nummer 8. En dit is een heel flexibel, een heel zacht, je ziet het ook al meteen, hè? Het is heel, heel zacht, geeft heel erg mooi mee. Versus een synthetisch penseel, zoals deze, die is steviger. Je ziet dat die haren over de totale lengte bewegen, versus alleen maar het puntje. Maar het belangrijke is natuurlijk ook, hoe bewaar je nou je penselen? Hoe bewaar jij je penselen? Ja, nou, ik doe dus altijd als ik klaar ben. Ik werk voornamelijk met powergel. Even een clear gel doe ik altijd door mijn penseel. En dan maak ik hem eigenlijk op een nailwipeje. En dan zit die gel zit daar nog in, maar de haartjes die doen dus ook, die gaan weer terug. Sluiten weer, die mooi sluiten dicht. Weer. Eigenlijk gebruik je dan die gel als gel? Ja, de gel als gel. Als gel? Ja. Want je brengt hem gewoon weer helemaal mooi in model. Ja. Dat doe je ook met een normaal gelpenseel natuurlijk. Ja. Ook een klein beetje gel. Leg hem nooit te droog weg. Nee. Dus met prep en wipe maak je hem natuurlijk schoon. Daarna een klein beetje gel in je penseel en leg hem dan weg. Zodra die haren zijn gevormd in de juiste vorm. In de vorm die jij fijn vindt. Geldt ook met acrylpenselen. Natuurlijk hebben we dan het geweldige click-on stand voor de penselen. Hè? Ik blijf het nog steeds leuk vinden. Dat het gewoon, dat is zo geweldig. Ik weet nog dat May hiermee kwam en ik dacht, wat geweldig. Maar als je met de click-on stand werkt, is het wel belangrijk dat je hem natuurlijk niet voor je lamp zet of bij het raam, want dan harden die penselen uit. Ja. Je zou denken, waarom zegt hij dat nou? Dat is toch logisch? Nou, ik heb daar dus zelf niet aan gedacht toen ik voor het eerst een click-on stand had. Want ik had hem mooi bij mijn tafel staan, helemaal trots bij mijn lamp. En ja hoor, mijn gelpenseel was uitgehard. Zonde. Ja. Wat je in ieder geval nooit met je penselen moet doen, met gelpenselen of met acrylpenselen, is rechtop staan bewaren. Nooit zo, want dan vervuilen ze. Mm-hmm. Ja, dan ruikt het in de schachten. Ja. Volgende week gaan we het over penseeltechniek hebben. Eww. En dan gaat het helemaal over hoe je nou optimaal je penseel moet gebruiken. Van schilderen van een alfabet tot de perfecte smileline maken. De truc is eigenlijk het juiste gebruik van je penseel. Maar ja, dat komt volgende week. Volgens mij hebben we nu nog iets leuks. Ja, ja, die hebben we nog niet gezien. Nou, Mirjam. Natuurlijk, Neil Talk Live zonder Mirjam, dat kan natuurlijk niet. Dus hier is Mirjam. Ik ga jullie een leuk design laten zien met de nieuwe gel polish glaskleuren. Het wordt een bloem. Kijk je mee? Ik heb alvast de basis gelakt met de gel polish whitest white. Hier ga ik nog donkere ondergrond op aanbrengen. Dit doe ik met de gel polish blackest black. Ik heb de laag whitest white gelakt, nog niet de plaklaag verwijderd. Hier ga ik verder nog wat donkere accenten op aanbrengen met de gel polish blackest black. Dit doe ik met een detailer 3 penseel. Ik breng de Blackest Black Gel Polish aan langs de randen en deze ga ik dan nu verder blenden. Mijn bloem loopt straks van licht naar donker. Mijn penseel maak ik schoon in de finishing wipe en het blenden doe ik met Building Base. Ik doe een druppeltje Building Base naast mijn Blackest Black. Je ondergrond hoeft niet zo netjes. Dit gaan we zo meteen mooi wegwerken met de glaskleuren. Ik doe nog een klein beetje zwart. En dan gaat hij 30 seconden in de twinlight. Mijn penseel maak ik schoon met de finishing wipe. Hierna rol ik hem in de building base om te voorkomen dat mijn haren uit elkaar gaan staan, dat mijn penseel dus uitdroogt. Ik doe alvast 3 druppels van de glaskleuren op mijn stone. De donkerblauwe. De rode kleur en de gele kleur. Dan ga ik deze kleuren aanbrengen. Ook dit hoeft weer niet te netjes en dit doe ik met mijn detailer 3. Ik breng de kleuren aan van donker naar licht.
Als de kleuren naar mijn zin liggen, gaat hij weer 30 seconden in de twinlight. Ik heb ondertussen een beetje van de liner white en de liner black toegevoegd bij de kleuren. En hier ga ik nu starten met mijn bloem. Dit doe ik weer met de detailer 3. Dan maak ik mijn penseel schoon met finishing wipe, rol ik hem weer een klein beetje in mijn building base en gaat de nagel ondertussen even 10 seconden in de twinlight. Dan ga ik dezelfde kleuren glas weer aanbrengen over de bloem die ik net geschilderd heb, om daar weer meer diepte in te geven. Dit mix ik tegelijkertijd een beetje met de building base, zodat ik hem mooi kan laten blenden. En dan gaat hij weer even 10 seconden in de twinlight. Ik ga nog een klein beetje witte lijnen aanbrengen. Ik meng mijn liner white met de building base om de contouren van mijn bloem nog iets mooier wit te maken. Dan maak ik mijn penseel weer even schoon en ga ik naar de liner black. Hiermee ga ik het hart van de bloem donker maken en nog wat donkere streepjes, nerfjes door de bladeren heen maken. Ik start voor de kern met mijn detailer 3. En de dunne lijnen doe ik met het penseel Katharina's Choice. Hierna gaat hij weer even 10 seconden in de lamp om deze kleuren weer vast te zetten. Doordat ik de nagel steeds even 10 seconden vastzet, kan ik sneller werken met de kleurtjes die ik op elkaar stapel. Ik ga nu nog een klein beetje liner white aanbrengen en daarna nog een klein beetje geel, dus ook deze zet ik steeds weer 10 seconden in de lamp. Kijk je mee naar het eindresultaat? Je kunt natuurlijk van allerlei bloemen variëren, creëren. We hebben 6 van deze leuke glas gel polish kleuren. Je kunt er nog veel meer mee. Denk aan inlays of andere designs, ombres of een mooie glitter ondergrond waar je de kleuren weer overheen laat lopen. Eigenlijk oneindig. Wat ik zelf ook heel erg leuk vind, is alles mixen en mengen. Denk bijvoorbeeld aan de Power Gel die je hier ook mee kunt mixen. Ik ga jullie ook een keer laten zien hoe we de Sparkle Power Gel kunnen mixen met deze kleuren. Maar dat doe ik een volgende keer. Ja, zoals je kunt zien is Mirjam net zo enthousiast over die glas gel polishes als dat ik ben. Zo enthousiast dat ik me dus nog een keertje heb laten overhalen om les te geven. Maar ja, ach ja. Vond jij het nou interessant om over deze gels te horen vandaag? Wij zijn druk bezig achter de schermen om een boekje te maken over alle magnetic gels. Nog een paar weken geduld, maar hierin kun je alles vinden. Dus harde gels, flexibele gels, alle tips en tricks. Net zo'n boekje als dat we hebben gemaakt voor de top gels. Wil jij nou zeker weten dat jij dit boekje krijgt toegestuurd zodra die er is? En ik verwacht maximaal 3 weken. Stuur dan een mailtje naar info@neiltalklive.com en wij zorgen ervoor dat jij als eerste het magnetic naslagwerk krijgt over gels. Want uiteindelijk, ik ben gek op gels en ik weet zeker dat als je gaat spelen met onze gels, jij ook gek zult zijn op gels. Deze maand is trouwens staat in het teken van de magnetic pigmenten en tools. Dus kijk even mee. Ga snel naar de site en bestel die magnetic pigmenten, want je kunt er ontzettend veel leuke dingen mee. Deborah gaat zo nog iets laten zien, maar voordat we dat doen, nog even mijn eindresultaat. Ik vergeet helemaal het eindresultaat te laten zien. Ik heb eigenlijk alleen nog maar de nagel afgewerkt met Extreme Matte. En dan zie je hoe super makkelijk
je toch een geinige bloem kunt maken. Nou, jullie hebben het gezien, real time. Nou, het duurde nog geen 3 minuten, hè? Zeg zelf. Wat ook supersnel is, is dit design wat Deborah gaat laten zien. En wat heel leuk is, zij gaat haar glitterspray veranderen in neon. Kijk mee. Inderdaad, Jessica, pigmenten zijn zo leuk om mee te werken. Vandaag ga ik ze mixen met glitter en aanbrengen op een wit design. Ik heb al de Blackest Black aangebracht, daaroverheen de Flex & Shine. En nu ga ik beginnen met het design. We nemen wat witte linergel. En we gaan deze in kleine lijnen aanbrengen. Zo. En zo gaan we de hele nagel over. Ik ben nogmaals met het wit over het design heen gegaan en heb de lijnen wat aangezet. Nu gaan we verder met het pigment. Ik heb een roze, een oranje en een geel pigment. En deze heb ik gemengd met de Pink Iris glitterspray. Dit geeft een leuk effect in het pigment en zeker aan je design. Breng er niet alle pigment over de hele nagel aan. Hij is uitgehard en nu komt het resultaat. Ik laat jullie nu het eindresultaat zien. Vraag wel altijd even je klant de handen te laten wassen, want het geeft wel een beetje een rommeltje. Maar het eindresultaat is oh zo leuk. De pigmenten kun je dus meerdere manieren gebruiken dan je denkt. Heel veel plezier ermee. Wauw. Ja, geweldig toch? Wist jij dat je die neonpigmenten kunt mengen met glitter? Ik heb er ook nooit over nagedacht. Echt, ik stond helemaal versteld tijdens de demo. Ja, snap ik. Ik was aan het filmen samen met Gil achter schermen en ik dacht, wat gaat ze nou toch doen? Ja. Maar het werd gewoon geweldig. En ik zie ook allemaal complimenten over de nagels van Deborah. Ja, die waren ook weer super. Ja. Ja. Iedere keer weer. Ja, absoluut. Echt geweldig. Ideeën. Ja, ik ook. Ja. Ik dacht ook bij mezelf, ik ga het doen. Ja, ik ga het doen. Ja, ik heb alleen nog geen tijd gehad. Nee, oké. Okay. Misschien kun je dat in de pauze doen als jij les geeft. Stop. Oh ja. Oh ja, ook als jij les geeft op die 28e. Ja, ook leuk. Nou, anywho. Mm-hmm. Volgende week gaat het helemaal over penseeltechniek, over onze penselen. Wat doen we daar nou precies mee en hoe werkt het nou? Hè? Ja, 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 hoe kun je nou jouw penseel het werk voor jou laten doen? Ja. Want daar komt het eigenlijk op neer. Inderdaad. Net zoals je product voor je moet laten werken, geldt het ook zeker voor je penselen. En we gaan het ook hebben over onze favorieten natuurlijk. Want dat zijn natuurlijk. Natuurlijk. Jessica's Choice. Ja. Katharina's Choice en Pepijn's Choice. Ja. En jouw favoriete penseel is natuurlijk nog altijd de Master Retailer. En er komt nog veel meer. Dit was het voor vanavond. Volgende week Nail Talk Live penseeltechniek. En nu als klap op de vuurpijl de commercial over de Glass Gel Polishes.